Werkzaamheden op de Spaklerweg. Nuon legt hier een warmteleiding aan in de weg voor stadsverwarming. Ja, ik heb geen ervaring met stadsverwarming. Ik ken het helemaal niet. Ja, ik vind het wel een goed idee. Ik denk dat de stad daardoor groener wordt. Klein beetje last, dat kan ik ook wel aan. Dus leven de stadsverwarming. Via stadswarmte maken we gebruik van de overtollige restwarmte die in de centrales aanwezig is. En dat brengen we middels een buizensysteem naar alle woningen. En zo verwarmen we de woningen en hoeft er geen aardgas verstookt te worden in die woningen. Op de Spaklerweg zijn we momenteel bezig met de realisatie van de hoofdinfrastructuur om 5000 woningen, het Amstelkwartier en de Omval, aan te sluiten op stadswarmte. Dat betekent dat we buizen, waar het stadswarmtewater doorheen stroomt, in de Spaklerweg zullen aanleggen. Wij zijn hier bezig met asfalt weghalen en de verharding onder het asfalt, zodat wij de put kunnen gaan graven voor de warmwaterleiding. En is dat moeilijk, dat asfalt eruit halen? Nou, dit deel zit heel erg vast, dus dit is wel een aardig klusje. Ja. Het zijn lagen, dus daardoor valt het niet mee. Tijd voor een stukje geschiedenis over de omgeving. De Spaklerweg gaat midden door de Omval, een landtong aan de oostelijke oever van de Amstel. 1000 jaar geleden was dit een moerasgebied waar geen mens te bekennen was. In de Gouden Eeuw werd de Omval ontdekt. Rijke Amsterdammers gingen hierheen om te genieten van de natuur. Tegenwoordig komen mensen hier niet meer voor de natuur, maar om te werken. Want in de jaren 90 werden de Rembrandt-toren, de Mondriaan-toren en de Breitner-toren gebouwd. Hij is een ras echte Amsterdammer, dus ja, jij kent de oude situatie. Ik ken het hier nog wel als oud gebied. Het is jammer dat het weg is. Dit gebied, ja, ik vind het steeds mooier worden. Want het was vroeger altijd alleen maar industrie en nu worden die meer huizen gebouwd. Ik vind het kaal, het is industrieel. Ik vind het niet mooi, ik ben blij dat ik er doorheen ben dadelijk. En het is weer tijd voor de prijsvraag. En de vraag luidt, wat is de Omval? Wacht niet langer en vul op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En wie weet heeft u straks zo'n mooi plaatje aan de muur hangen. Ja, want de winnaar mag een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En wie is de winnaar van vorige week? Geeske Wijkamp, gefeliciteerd. De aanleg van de warmteleiding heeft gevolgen voor het verkeer. Let op, want de Spaklerweg is de komende tijd eenrichtingsverkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. Spaklerweg, Prins Bernhardplein, Gooiseweg, A10. Voor fietsers en voetgangers geldt deze beperking niet. Zij kunnen twee richtingen op langs de Spaklerweg rijden. De werkzaamheden zijn begin oktober klaar. En wilt u meer informatie? Kijk dan op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Sluiten.